Het is tijd om de allerbelangrijkste vraag te beantwoorden. Wie zijn de enige echte platenbazen? Is het Team Nessim of toch Team Iris? We stappen in een rollercoaster van vocale hoogstandjes en waarschijnlijk ook wat valse noten hier en daar, hè Nes? De teamcaptains hebben vrienden uitgenodigd die zelfs Oya Leleva K3 nog mooi laten klinken. Stel ze voor, en dat doe je natuurlijk in de Sing-Troduction. Ja, dit is Milan, een leuke joch. Oh, mooi. Kan echt niet zingen, maar hij doet het toch. Hey, hij is heel famous op het internet. En alle chickies willen vast met hem naar bed. Hey. Oh. Nessim, kijk daar naar Milans blik. Hij is betoverd door een superknappe chick. Hey Milan Knol, doe maar geen zet. Je hebt een chickie en ook Sophie die is besmet. Oh, we gaan beginnen jongens. Dit is een nieuwe platenbazen. Platenbazen, platenbazen, platenbazen. Dat baadje staat je goed, Milan. Dankjewel. Lijp, hè? Zou dat ook wat zijn voor Nessim, denk je? Ik hoorde dat Nessim niet kon laten groeien. Nee, ik heb geen baardgroei. Ik gun het, hè? Maar wat is dit dan? Wat heb je hier dan? Dat is een beetje een geitensik. Beetje een geitensik. Jullie hebben toch... Ik zie veel overtuiging in jullie ogen. Maar ben je rauw? Ben je klaar voor... Nou, de strijdlust zit er wel in. En zeker met Iris. We hebben er zin in. Ja, mooi. Ik denk dat we qua muzikaliteit wel een beetje van hetzelfde muziek houden. We houden van dansen. Dus ik denk dat dit echt... We zijn vriendinnen. We kennen alles van elkaar. Oh, maar doet het zeer dat mensen ook vriendschap hebben met elkaar? Wij zijn ook gewoon bratas, hoor. Jongens, jongens. De mensen zijn geslepen, dat horen we inderdaad. We gaan snel beginnen met de eerste ronde. In de eerste ronde Push It gaat het erom of jullie de intro's van top 50 hits tot all-time classics herkennen. Het kan van alles zijn, dat weten we inmiddels. Hoe zit dat bij jou een beetje, Iris en Sophie? Ik denk dus dat wij dat wel weten, maar we hadden het er net over. Misschien moeten we een beetje indammen. Ja, want misschien komt het ook hoogmoed voor de val. We dachten net, oké, hoe dat is, maar we moeten ook een beetje nog hard to get doen. We gaan snel naar onze favoriete band, Kimberly Francis en de mannen. Zijn jullie er een beetje klaar voor, of niet? Wij zijn er klaar voor, we hebben er weer zin in. En als je dit zo bekijkt qua team, zeg maar, op wie zou je je geld dan inzetten? Dat is altijd, ja. Female empowerment, please. Ja. Hallo. Girls support girls. Nou, Nessim heeft me wel echt verbaasd dit seizoen. Ja. Ik verbaas mensen. In wat? Nee, ja, ik weet niet. Ik verwachting ook niet zo hoog, man. Ja. Ik laat het open. Enige wat hoger is dan je benen, ja? Oh, goed. Laten we doorgaan. Accepteer de punchline, wordt het opeens. Jongens, ja, het gaat te ver. Laat ik het uitleggen. Het team dat de artiest en de titel kent verdient 1 punt. Wacht 5 seconden met drukken, zodat iedereen de kans krijgt om het nummer ook te horen. En bij de eerste zijn we op zoek naar 1 artiest en de titel. Let's go. Ja, titel en artiest, hè? Rollercoaster Ride van Danny. Oh ja, Danny Vera. Ja hoor, heel goed. 1 puntje voor jullie. Het klonk zo mooi, ik stond echt zo... Ja. Here we go, on this rollercoaster life we know. I can travel all the world you see, cause I know you're there with me. Heeft dit echt een top 50 gehad? Top. Dit is niet normaal wat voor hit echt? Het is. Echt? Waar, in Polen? Ongelooflijk. Ja, ik weet het ook niet. Even normaal, joh. Wie is dit? Danny Vera. Oh, ja. Hey Danny, shout-out naar jou, man. Groen. Bij de volgende zijn we op zoek naar 1 artiest en de titel. Hoe dan? Is dat op zijn lijst? What? Tigers below my hip. Ik ben met die tigers. Kijk, dit was wel een hit. Deze ken ik wel, ja. Dit was wel een hit. En het kon ook niet missen, want het is jullie tune als je op de knop drukt. Daarom, als wij hem niet hadden, was het ook wel heel sad geweest. We gaan door naar de derde. Hierbij zijn we op zoek weer naar 1 artiest. En uiteraard ook de titel. Let goed op. Hij weet het niet. Ik wist het helemaal... Het ruikt gewoon... Ik weet het wel, dus ik weet niet. Wacht even. Ja, nee, niet gelijk met die rode dingen kom hier. Tun, tun, tun. Nee. Ik denk... Monica Geuze en die andere... Laten gaan. Laten gaan. Nee, man. Shit. Wacht eventjes, we kunnen nog. Willen jullie nog even luisteren? Of, we kunnen nog even luisteren. Ik wil het wel nog horen, ja.
kan je niet laten. Tones and I, yeah. Never Seen the Rain. Ja, yeah, wat goed zeg, Sophie. Tones and I get you down, but that's okay. Heerlijk. Tussenstand 3 punten voor jullie. 0 punten voor jullie. Maar alles kan nog goed gaan natuurlijk. Komt allemaal goed, jongens. Komt allemaal goed. We hebben er nog eentje. Oh! Dit is het genre-alarm, jongens. En dat betekent dat we nu een intro krijgen die in een ander genre wordt gespeeld. Dus hij wordt wat moeilijker. Hierbij zijn we op zoek naar minimaal 1 artiest. Dus het zijn er meer, maar je mag er eentje kiezen. En de titel van het liedje. Ja, Rolf Sanchez, Emma Heesters. Met Laten Gaan of zo? Ja. Jammer. Ha! Jammer. Ja. Laten Gaan, toch? Nee, dat is niet goed. Kunnen wij nog een keer luisteren? Oh ja, Chris Cross Amsterdam. Krijg je die van mij? Ik denk dus Chris Cross Amsterdam. Goed. Met, ik denk Loop Niet Weg. Oh, kut! Ja! Ja. Oh, gek. Loop niet weg, want als je gaat moet je menen. Ik dacht echt, we vertrekken met z'n tweeën. Loop niet weg, je kan niet in aan de leven. Oh, 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 je zou beter moeten weten. Loop niet weg. Ja. Yes. En ik had je hem. Ik weet het, maar... Jongens, we gaan naar de tussenstand kijken. Het blijft spannend, want het is 2 punten voor jullie. Maar jullie staan nog steeds al voor met 3 punten. Maar het kan nog alle kanten opgaan. Met deze ronde is nog niks gezegd. En we gaan snel door met ronde nummer 2. Dit is mijn favoriete ronde. Dida, do it! Dit zijn de enige woorden waar straks mee gezongen mag worden. Per team staat 1 iemand tussen de band aan de andere taak... om te raden welk liedje diegene Dida of duwt. Ja, je krijgt maar 1 minuut om zoveel mogelijk nummers te Dida doen. Een dansje, iets uitbeelden of een showtje is natuurlijk helemaal prima en toegestaan. Maar het is alleen maar Dida of... Duw. Heel goed. 2 punten te verdienen. 1 voor de artiest en 1 voor de titel. Iris, wie van jullie gaat Dida doen? Wat wil jij? I wanna do it. Oh, mooi. Kijk. Ja, nou, dan zijn we snel uit inderdaad. Dan gaat jij dus raden, Iris. Wat een gedoe. Wat een gedoe. Bro, ik wil mijn best doen, maar ik ken bijna al die nummers niet, joh. Nee, dat is goed. Dan ga jij dat doen, dan ga ik raden. Jullie staan achter, dus Milan, jij mag die kant op. En je mag een plekje van Kim hier staan. Ik hoop het ook. Ja, toch? Dan kan het. Oké, 3, 2, 1, let's go! Geen idee, joh. Oh, oh mijn god, hoe gaat het nummer ook alweer? De minuut loopt, hè? Dat is, maar ik kan het wel doen. Ja. De fuck is dit voor oorlogsnummer, man? Steven Spielberg. Geen idee. Bro, dit weet ik ook echt. Oh, shit. Dit weet ik ook niet. Hoe kan dat nou, Milan? Wat was dit? Hoe gaat deze ook weer? Oh, dit is zoveel stress en spanning. Ik kan het niet aan. Je praat echt veel. Ja, ik weet het, maar ik ben gewoon aan het concentreren. Hou je mond. Oké, ja, dat is echt... Deze weet ik ook niet. Deze ken ik wel, maar hoe gaat hij ook weer, weet ik ook niet. Dat weet ik nog nooit. Oh, Ja, het boeit me niet meer. Stop maar. Kom heel even. Stop, tijd is op, Milan. Nee, dat kan niet. Even nog een minuut erbij. Niet dat het toen erbij zit. Whitney Houston, man. I wanna dance. Ja. Oh. Gek. I wanna dance. Oh, tuurlijk, ja. Nee, nu je het zegt. Ja, hè? Nou, minuut is voorbij. Ja, applaus voor Milan, ja toch? We hebben alles bij elkaar opgeteld. Nou, 0 punten. voor deze ronde bij jullie. Daar gebeurde helemaal niks. Het is tijd voor Sophie. 3, 2, 1. Señorita Shawn Mendes. Oh, lekker. 2 punten meteen. Dit weet je niet pas. Dat kan ik niet nu doen. Nee, maakt niet uit. Niet praten.
Ga maar door. Da 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 Laag, busy, traag. Ja, hoppa. Busy, traag, kruisje, papi. Is het nog meer? Krijg je ook een puntje voor? Nee. Mag ik alsjeblieft Toto Africa nog doen? Ja, ik krijg geen punt voor, maar je mag wel doen. Haal erop, ze vinden het te leuk. Haal erop, alsjeblieft. Jongens, we gaan even naar de tussenstand. 7 punten nu voor team Iris. En 2 punten voor team Nessim. Het schiet nog niet heel erg op. Maar we gaan naar de laatste ronde. En daarin is alles mogelijk. Als ik zeg kedegedeng, dan zeg jij Milan. Tjoek tjoek. Zoiets. Oeh, maar ik ga vaak met de trein. Dat is een beetje de finale ronde. De band zet een nummer in. En als je denkt de songtekst juist af te kunnen maken, dan druk je op de knop. Heb je het goed, dan verdien je 3 punten. Dus als je het goed hebt, hè. We gaan van start. Kimberly. En ik weet niet hoe het komt dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Komt ie! En dan ga je van 2 punten in 1 keer naar 5 punten. Hè? Zo snel kan het ook gaan. En nu vindt moeten we wel nu echt ons best doen. We moeten echt ons best doen. We hebben allebei gezongen, hè? Dubbele punten. Ik vind ook, Milan, jij vindt het in 1 keer leuk nu. Ik had ineens had ik een nummer dat ik dacht van ja, dit is het. We gaan door naar de volgende. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Nou, luister maar even. Zo hoort hij dan wel te gaan. Ik snap de verwarring wel. Kedegedeng, het lijkt er wel op. Dus wel, komt... Ik dacht Guus Meeuwis, Kedegedeng. Ja, goed, ja. Komt wel in de buurt. Geen punten worden eruit gedeeld, dus het blijft 7 juli, 5 juli. En oh, we gaan dat is door echt spannend. Naar de volgende. Vrij zijn, ze wil alleen maar vrij zijn. Liefde, liefde komt nooit.
zijn. Het antwoord is vrij zijn. Ja, te laat. Ja. Ze gingen wel echt vol in, man. Lijp. Het is weer spannend, want 5 punten voor jullie, 7 voor jullie. Het is tijd voor de laatste. Dit is de allesbeslissende. Wie deze pakt en goed doet natuurlijk, die gaat door met de winst. Lekker! Ik ken hem niet eens, boeit me niet. Oeh, ik was echt blij dat je iets... Ja, ik weet het niet. Mag ik jij drukte, maken? Maar... Weet jij hem? Weet jij Can't hem? Be stuck with you, stuck with you, stuck with ja, you. Ja, dat had het moeten zijn. Oh, en ik zei love. Ja, geprobeerd, man. Ja, man. Ik heb geprobeerd, ja, even geprobeerd. Ja, tuurlijk. Ja, man. So lock the door and pull out the key. Can't find this no more. It's just you. Gouden plaat, die gaat naar de winnaar. Ja. Oprecht, dames. Jullie hebben echt gewoon terecht gewonnen. Ja, ik vond het echt heel goed zo. Ja. Ja, je hebt Kimberly's en je hebt gewoon ons. Ja. Zangtalent nog niet echt, maar het was wel leuk. Het was leuk. En het is ook lekker om te winnen, want je weet ook wat verliezen betekent natuurlijk. Daarom, dat en dat is, niks. Dat is niet niks. Want kijk, verliezen, dat gaan we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Waarom niet? Ik wil gewoon graag naar huis. Hij heeft het niet gepakt. Ja, we hebben wel afgesproken toch? Nee. Kunnen we doen? We gaan nog even een dingetje doen. Nou. En dat is een mond vol karaoke zingen. Nessie, neem je vriendelijke teamkandidaat Milan mee. Zorg dat hij niet wegrent. Nee. Maar het is ook een klein beetje jouw schuld, dus kom maar. Daar hebben we gelijk in. Kom maar. En dan komt er een heel mooi karretje in beeld gereden. Met erop een aantal attributen. Ja. En je mag een van die attributen kiezen. Kijk, ik zal hem hier even neerzetten. Oké. Okay. Waar ga je voor, Milan? Waar ga ik voor? Ja, welk attribuut kies je? Ja, ik denk dat ik voor de banaan ga, want dat hoort wel een beetje bij mij. Bananen, ik wil fietsen, weet je. En ik ga voor droge koeken. Het nummer dat jullie gaan zingen is Tigers van Bilal Wahib. Dus neem een stukje banaan en wat koekjes in. Bilal Wahib? Bilal Wahib? Dat meen je niet. Bilal Wahib? Nou, wat ben je? We gaan beginnen. Bilal Wahib? Ook weer? Nou, het was knap gedaan, jongens. Dankjewel. Lekker gezongen. Zeker. Hè, Milan? Ik had toch iets meer van jou verwacht, maar... Top 50 muziek, dat is toch, dat weet je toch wel, of niet? Je bent een jonge gast, man. Nee, ik luister geen radio, ik weet niet wie jij bent. Hoi. Hoi, Milan. Sophie, Iris, gefeliciteerd met jullie overwinningen. Ik gun het jullie echt van harte. Echt heel fijn dat jullie gewonnen hebben. Waarom ben jij opeens, kies jij bij zijn partij? Ja, wij weten tenminste wie jij bent. Ja, omdat zij irritant zijn. Ja, precies, jullie weten wie ik ben gewoon. Echt wel leuk, ja. Dat was hem. Laat in de comments weten of jouw oren nog heel zijn en abonneer je op ons YouTube-kanaal.